We behoren gewoon niet tot die Bromtijari. U heeft gezien wat er ons beloofd is. En u ziet wat er nu gebeurt. Woorden van Lloyd Reed, voorzitter van de organisatie van samenwerkende inheemse dorpen in Para en Wanica, OSIP, over de situatie in voornamelijk het dorp Pikinsaron. Reed sprak gisteren tijdens de door Vereniging van Dorpshoofden in Suriname, FITS, georganiseerde persconferentie. Op donderdag 2 mei ontstond er een geschil in het dorp Pikinsaron, omdat de inheemse onlangs herhaalde uitingen over de grondenrechten kwestie zich niet gehoord voelen door de regering. Reed is van mening dat de gevoerde dialoog geen oplossing heeft gebracht. U moet weten dat door die hele, zeker die economische situatie op dit moment, men teruggaat naar jacht en visvangst. Daar kan je ook niet gaan. Er is een kampement, niet zo ver daar vandaan, nu op dit moment met Nederlandse militairen aan het oefenen. Ook daar kan je niet gaan. De wegen op dit moment, er is iets gebeurd op 2 mei, maar men gaat gewoon rustig door de wegen kapot maken. Alsof wij geen recht hebben. Dat gaat ook rustig door en geluidsoverlast. Aan de andere kant, kapotte wegen betekenen geen producten naar de stad en vaak geen school. Niet zo lang geleden op de rivier een scallion. Mensen leven daar van visvangst en gebruiken het ook en verkopen het ook. Een scallion op de rivier. Dus wanneer mensen, sommige mensen dan, gelukkig binnen de samenleving zeggen, wat gebeurt er met die mensen? Er is toch dialoog nodig enzovoort. Weet je hoeveel dialoog er is geweest? Weet je hoeveel petities? Trouwens, ik ben er ook bij geweest. Wat er allemaal gebeurd is. Gesprekken met ministers. Niets helpt. De OSIP-voorzitter benadrukt dat de inheemse het niet zullen toestaan dat gronden door middel van de vertrapping van de grondenrechten onrechtmatig worden uitgegeven. En één ding moet duidelijk zijn. We moeten vaststellen dat er een vonnis is. En dat vonnis is ingegeven vanuit mensenrechten. Vanuit de mensenrechtenstandpunten en de procedures gevolgd enzovoort. Om een vonnis te krijgen dat je niet voldoet aan datgene wat de mensenrechten voorschrijven. Inheemse rechten zijn ook mensenrechten. En daar zijn er ook een aantal, dus we moeten vaststellen dat terwijl dit vonnis er is en moet worden uitgevoerd, dat 2018 gaat voorbij, 19, 20, 21, 22, 23. Er worden rustig verdere concessies gegeven aan mensen en beschikkingen aan mensen. Binnen de inheemse gebieden. En omdat dat recht dat ik ook heb vanuit de grondwet, dat wij ook hebben vanuit de grondwet, gelijkheid, ongeacht ras, geloof enzovoort, is een deel wat we gezegd hebben als land. De organisaties gaan nu juridische stappen ondernemen. De voorbereiding van de mogelijke rechtszaak vindt opbouwend plaats. FITS-advocaat Milton Kastelen wil vooralsnog niet aangeven binnen welk termijn de rechtszaak komt. U mag erop rekenen dat het gaat gebeuren, maar we moeten het natuurlijk goed voorbereiden. En we gaan voor natuurlijk een goede zaak. We doen geen dingen uit de emotie, overhaast. We bereiden ons goed voor en we komen met onze zaak.